er zit zoveel verhaal in. Je blijft gewoon kijken. Jurylid Bibi Werter was zondag onder de indruk van het niveau van de Lego-bouwsels die tegen elkaar streden in de finale van Leiden Stad in Steentjes. Zo bouwden deelnemers Frank en Sil een kopie van de fabriek van de Leidse vaccinmaker Janssen na. Zij wonnen in de categorie familie. Het is natuurlijk sowieso een hele originele keuze. En als je dan ook nog eens het hele verhaal van hoe de vaccins gemaakt worden, hoe ze gegeven worden in kleine hokjes. Er zit gewoon ook heel veel humor in. Dus daar, als je dan kijkt naar de bouwskills en eigenlijk op alle fronten scoorden die hoog. Ik heb gemaakt hoe het vaccin wordt gemaakt. En daarna de transport naar het vaccinatiecentrum. En daar zo hoe alles wordt geprikt. En heb ik samengemaakt met mijn oom. En zijn jullie dan ook echt bij het bedrijf gaan kijken hoe het eruit ziet? Ja, we zijn gaan kijken daar zo. En toen kwam meteen een bewaker op aflopen. Hebben we hier zo in ons Lego-bouwwerk ook gemaakt. Dat er een bewaker op af komt lopen. Rotterdammer Hans Vlier maakte een van de oudste gebouwen van de sleutelstad na. Hij bouwde het gravensteen waar op dat moment een terechtstelling plaatsvindt. Samen met de Burcht is het gravensteen, zijn de twee oudste gebouwen van Leiden. Ze dateren uit 1200. En het ligt eigenlijk voor de hand voor mij om daar gebruik van te maken. De langste geschiedenis die er is. Is dit een uitdaging geweest? Zeker. Ik heb wel spijt gehad dat ik eraan begonnen was. maar je moet je lat hoog leggen. Ja. Het is een spin- en rasphuis geweest. Dus er wordt door de vrouwen in de vrouwenvleugel gesponnen en door de mannen geraspt. En er zijn cellen. Dit is het gerechtsgebouw. Hier is een rechtszaak aan de hand. En uiteindelijk hier dan de executie. Hè, het resultaat van het geheel. Vlier wint uiteindelijk de prijs in de categorie 18+. Op de tentoonstelling, die nog tot 31 oktober geopend is, zijn alle ingezonden bouwwerken te bezichtigen. Enkele hoogtepunten zijn het veld van Diok, drie zelfportretten van Rembrandt en het huis van de Leidse gifmengster Goeie Mie. Oké, we staan bij skate event Poptricks voor de Wiebar in Leiden. Er wordt al flink geskate en we gaan wat mensen proberen te spreken die meededen. Wat vind je van het evenement? Ja, leuk dat het toch georganiseerd wordt. Er is weer wat, na al die rotzooi wat we allemaal hebben, dan ja, het is gewoon weer leuk dat we weer wat hebben. Is dit nou echt nodig in Leiden? Wat is de noodzaak ervan? Nou ja, het is heel erg nodig. Er is helemaal niks in Leiden. Er is niet niks, maar het is gewoon te weinig. Maar we hebben gewoon meer dit soort dingetjes allemaal nodig. Want het gaat zo hard groeien en we hebben het gewoon nodig. Ja, we hebben een leuke Game of Skate gehad. Voor de mensen die dat niet weten, dat is een wedstrijdje waar je 1-op-1 tegen elkaar skate. De ene doet een trucje en de andere doet hem na. Als je het niet nadoet, dan krijg je een letter. En als je vijf letters hebt, de naam Game of Skate, dan heb je verloren en dan gaat de winnaar door naar de volgende ronde. Daarnaast hebben we nog een last man standing gehad. Daar mag je een beetje duwen, trekken, totdat de laatste eigenlijk overblijft. En die heeft een leuke prijs gewonnen. Anouk, mede-organisator van Poptricks, hoe gaat het allemaal vandaag? Nou, echt soepeltjes. Vanaf het moment dat ik hier ben met opbouwen tot aan nu. Alleen maar gezellig, alleen maar leuke mensen. Eigenlijk niet beter kunnen wensen. Kijk, buiten is natuurlijk altijd een risicootje. We zaten eerst te kijken of er meer obstakels buiten ook geplaatst konden worden. Dat is uiteindelijk niet meer gelukt. Maar ja, het is wel altijd een risico met het weer. Dus misschien als we het in de winter doen, een grotere indoorlocatie. En als we het buiten doen, dan in de zomer nog groter. Geen dag is hetzelfde. Iedere dag denk je maar, wat gaat er nu weer komen? En dan denk je wel, zal er nou eens gewoon 2 weken niks gebeuren of zo? Maar het gebeurt gewoon op een of andere manier. Het gaat gewoon maar door. Grote branden, ernstige ongelukken. Al 40 jaar lang ziet Toon het allemaal door zijn lens. Op zijn 21ste begonnen met nieuwsfoto's maken, naast zijn vak als banketbakker. Nou, dan gaan we hier even kijken naar de brand in de Donkersteeg. Op 18 januari 1987, de hele Donkersteeg kroop door het oog van de naald. En hij had in de jaren 80 ook als eerste de foto's van de auto van de kroonprins die in de sloot terecht was gekomen. Je kan op internet zien de meest gelezen items. Als er 112 werk tussen zit,
altijd het meest bekeken. Dus kennelijk ben ik niet de enige die ervoor interesse heb. Hoe komt het dat mensen dat toch willen weten? Ja, toch. Ja, het zit gewoon in de mens. En dus heeft Toon nu een archief vol met nare gebeurtenissen. Ik kan het makkelijk wegzetten. Ik zeg altijd maar zo, ja, als het gebeurt, dan gebeurt het. Hè. Maar dan ben ik er maar liever dan maar bij, zeg maar. Woningbrand, paddenstoelweg, Alf aan de Rijn. Deze melding slaat hij even over, maar voorlopig heeft Toon nog geen genoeg van zijn pieper. Ik ga nog gewoon lekker vrolijk door. Dat fotootje dat kan je altijd blijven maken, ook al ben ik 70. Dus we gaan er gewoon lekker mee door. Het meest in het oog springende is misschien wel een kabaalmars om het ziekenhuis heen. Personeel is het zat. Betere beloning, zorgen voor goede opleidingen, de werkdruk verlagen en de omstandigheden van het werk te verbeteren. Want we nemen allemaal taken maar over en wij zijn verpleegkundigen, gespecialiseerd. En we doen ons werk goed, maar we komen soms echt vaak in de knoei. Laat niemand zich enige illusie maken. Wij gaan door totdat die cao er ligt. We moeten daaruit komen, we gaan daaruit komen en als het niet goed schiks is, dan maar kwaad schiks. Heel veel succes. De onderhandelingen zitten muurvast. Er ligt een overeenkomst tussen de werkgevers en één bond, nu 91. Maar de andere bonden vinden die afspraken veel te mager. Gepraat wordt er niet. En daarom dus actie. Nou, je ziet de opkomst, die is groot. En als het moet, als we volgende maand nog niet met elkaar in gesprek gaan, dan doen we het volgende maand weer. Dat is nou eenmaal de consequentie. Dan gaan we net zo lang door totdat we echt weer goed met elkaar in gesprek zijn. En goed met elkaar in gesprek betekent niet dat je je oude inzet nog eens een keer herhaalt, maar dat je gewoon met elkaar aan tafel gaat van hoe komen we eruit. Er is nog geen datum geprikt voor een derde zondagsdienst, maar als de onderhandelingen niet worden opgestart, zal die over ongeveer een maand worden gehouden. Normaal hier de Blauwpoortsbrug gaat alleen open voor Sinterklaas. En wij waren vandaag Sinterklaas. In een replica van een antieke trekschuit voeren de Leidse burgemeester Henri Lenverink en burgemeester Edo Haan van Maassluis woensdagochtend het Leidse centrum binnen. Helemaal gebouwd naar aanleiding van aanwijzingen van van iemand die in de 17e eeuw trekschuiten bouwde. En ze hebben ook nog gebruik gemaakt van oude schilderijen van Leiden waar die trekschuit op stond. Die mensen hebben er hard aan gewerkt en die hebben een compleet originele trekschuit gebouwd. Ook op de wijze zoals dat vroeger gebeurde. Het bleek niet alleen om een pleziertochtje van beide burgervaders te gaan. Nou, dat is onder andere omdat er aandacht gevraagd wordt voor het belang van water. Er is ook vanmiddag een symposium wat erover georganiseerd wordt. Dus de sociale betekenis, economische betekenis van water. En ik denk dat we heel veel kunnen leren van hoe het 200, 300, 400 jaar geleden ging met die trekschuiten. Het was gewoon een soort intercity project, maar dan via het water. Aangemeerd aan de Beestenmarkt had het waterambacht een verrassing voor de burgemeesters van beide steden. Ik heb net de twee boekjes die door het waterambacht Leiden zijn uitgegeven aan beide burgemeesters kunnen geven. Eén boekje over al het water in Leiden, de geschiedenis daarvan, de schoonheid daarvan en wat je er allemaal kunt zien vanaf het water. En een ander boekje over alle wateren hier in Dordrecht in Leiden die gedempt zijn in de loop van de eeuwen. En waarvan het waterambacht samen met de historische vereniging hoopt dat die voor een deel op zijn minst weer opnieuw uitgegraven worden, zodat de schoonheid van de stad weer helemaal terugkomt. Er zijn er twee, die hebben jullie voorkeur. Welke twee zijn dat? De Lange Mare is natuurlijk de meest voor de hand liggende. Het is een oude veenrivier die we heel graag weer open hebben. En hier vlakbij, Kort-Rapenburg, dat is een echte serieuze kans. Dat is alleen maar overkluist, dus je hoeft alleen maar de straat weg te halen en het is weer een gracht. Het idee om de Leidse grachten te ontdempen staat in de Blue Deal, waarover het waterambacht later op de dag een symposium organiseert. En daar zijn allerlei onderwerpen over het klimaat, over allerlei dingen in relatie tot water. En dat is nu in feite het doel waar we ons op willen richten, ook voor de toekomst.
En in die zin ook voor de nieuwe leden die we hopen nog te krijgen, die meehelpen om met hun deskundigheid ook dit te verwezenlijken. En waar moeten we dan aan denken? Kunt u een voorbeeld geven? Nou, er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden waarbij we denken aan elektrisch vervoer over water bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk al heel belangrijk dat ook in de stad het autoverkeer en zeker het vrachtverkeer wordt verminderd. Dus ook het vuilnis ophalen, dat ook dat kan plaatsvinden vanuit een boot die elektrisch wordt aangedreven. De gemeente is daar nu al behoorlijk mee bezig. Leiden is dus positief, maar of er binnenkort weer over het Kort Rapenburg gevaren kan worden? Ja, dat zijn hele leuke ideeën. Ze zijn ook heel duur. En daarom mag je die wensen ook best op een lijst zetten. Maar je moet er niet van uitgaan dat al die dingen snel gerealiseerd worden en snel achter elkaar gerealiseerd worden. Dus je moet goed prioriteren van wat is nu belangrijk om te doen. En ik denk dat dat ook de uitdaging is. Maar dat water voor ons belangrijk is, dat is heel goed dat daar iedere keer aandacht voor wordt gevraagd. Want dat is nu eenmaal zo.